Deze week in Promotor test Bart de Suzuki SV650X. En kijken we hoe het is om 's nachts te rijden in Amsterdam. Jaap test de Harley-Davidson 48 Special en Iron 1200 in Kroatië. En we sluiten af met de Promotor Primavera Tourtocht. Suzuki is natuurlijk al jarenlang bekend om zijn supersports, zijn adventure bikes en zijn nakeds. Maar ja, in die supersportmarkt, daar zit niet echt meer groei. En die adventures van Suzuki, de 4STOM 650 en de 4STOM 1000, ja, die lopen wel. Die zijn er ook al een tijdje. Om dus te groeien, moet je meedoen momenteel in het middensegment, in het naked segment zelfs. Maar daar is het bijna allemaal retro en café racen wat de klok slaat. En die heeft Suzuki niet. Althans, had Suzuki niet. Want ik sta hier naast de SV650X. En die SV650X is eigenlijk die allemansvriend, die vriendelijke SV650, maar dan visueel opgewaardeerd naar een café racer. Toen ik hem vanochtend voor het eerst zag, dacht ik echt, hé, het is bijna gewoon dat lieve neefje wat ineens op de verjaardag van oma binnenkomt met een neuspiercing, een hanenkam en een paar tattoos. Nu zullen er mensen zijn die denken, ja, dat is lekker makkelijk, een oude fiets, we kwakken er wat accessoires tegenaan en we hebben een nieuw model. Maar dat zijn waarschijnlijk ook de mensen die deze motorfiets nog nooit van dichtbij hebben gezien en er zeker niet mee hebben gereden. Zo, voordat we het over de Suzuki gaan hebben, eerst even de set vrijmaken. Hoe langer je onderweg bent met deze X-versie, ja, de meer je dit uiterlijk gaat waarderen. Is het retro? Nou, dat denk ik niet. Is het cool? Dat zeker. Is het café racer? Nou, dat ook wel, want hij heeft genoeg café racer elementen in zich om het te zijn. Laten we eens kijken wat ze aan die standaard SV650 gewijzigd hebben om hem zo in X-versie te krijgen. Nou, voorkant, daar beginnen we. Bikini topje natuurlijk. Clip-ons. Een iets grotere tank, 700 ml meer, maar dat maakt hem net iets bulliger. Die zijkappen. Een two-tone kleurig zadel met ook die bobbelstring, wat natuurlijk echt café racer stijl is. Een aero uitlaat, hoort er natuurlijk bij. En heel opvallend, dat lint om de uitlaatbochten heen. Ja, dat maakt het toch echt wel weer café racer. Maar is dat dan alles? Is er dan iets technisch aangepast? Heeft hij bijvoorbeeld bochten ABS gekregen of rijmodi of handvatverwarming? Nee. Niks van dat alles. Ja, misschien de veervoorspanning aan de voorkant, die kan je instellen als je geen gemiddelde rijder bent. Nee hoor, als het om technische zaken gaat, draait echt alles om dat 76 pk sterke, 64 Nm tellende motorblok van die SV650, die we eigenlijk al zo lang kennen, die zichzelf zo goed bewezen heeft en eigenlijk oersterk is. Dus wat zou je daar een vredesnaam aan willen veranderen? Deze fiets optisch aanpassen is eigenlijk al genoeg. Wat wel zijn sterkste punt is, is de prijs. Hij is eigenlijk maar €600 duurder dan de standaard SV650. Wat hem neer laat komen op zo'n €8.299. Eigenlijk lekker een tukkie te doen, zou ik ook wel even willen hier in het zonnetje. Want we eindigen vandaag op het terras, het is er prachtig weer voor. Maar niet zonder dat we eventjes besproken hebben wat die SV650X eigenlijk qua rij-eigenschappen heeft. Het is natuurlijk in het hart een Suzuki SV650. Dus een ranke, slanke, compacte motorfiets die eigenlijk gewoon geweldig stuurt. Hij vraagt eigenlijk gewoon om bocht na bocht na bocht. Daar is hij eigenlijk het beste thuis. Is het bij die X anders? Nee, natuurlijk niet. Behalve dan dat het zadel ietsje dikker is, 5 mm, waardoor je ietsje hoger zit. En hij heeft clip-ons, dus je zit aan de voorkant weer ietsje omlaag. Het zijn geen hele radicale clip-ons, dus je zit niet zoals bij een supersport heel erg op je polsen. Wat een nadeel zou zijn in stadsverkeer. Deze zou ik trouwens voor stadsverkeer ook niet helemaal aanraden, want ja, weet je, dan zit je op een standaard SV650 gewoon veel beter. En als forens, ja, weet je, boven de 120 doet dat bikini topje natuurlijk helemaal niks meer, dus dan wapper je helemaal uit je laarzen. Dus ja, daar is die eigenlijk ook niet echt voor gebouwd. Koop dan gewoon een 4STOM. Waar deze wel voor gebouwd is, zijn natuurlijk die lange glooiende doordraaiers, die bochten achter elkaar. Daar voelt hij zich thuis, daar rijdt hij ook fantastisch. Want
Het is echt een compagnon in de bocht. Ja, qua prestaties, wat moet ik nog zeggen over dit 645cc V-twin motorblok wat onder deze motorfiets zit. Hij heeft zich al bewezen in de V-Strom. Hij heeft zich al bewezen natuurlijk in de SV650, de standaardversie. Het is een heel degelijk motorblok. Hij klinkt hartstikke goed. Het is echt een roffel. En zeker door die aero-uitlaat die erop zit, wordt dat nog eens extra benadrukt. Is die krachtig genoeg? Ja, zeker wel. Zeker voor het kleinere werk. Kijk, in een café-racer kan het natuurlijk altijd niet krachtig genoeg. Dan kan je er net zo goed een 1000 onder zetten. Dus af en toe dacht ik van, nou, hij mag wel net iets meer porri-porri hebben. Maar weet je, het is genoeg. Hij klinkt lekker. Hij is zuinig, want hij loopt 31. Wel even opletten, want ik zei net, het is een hele compacte machine. Die spiegels die steken enorm uit. Dus als je door een file heen gaat, ja, kijk wel uit dat je niks raakt dan. Want daar is hij toch net iets breder dan je vermoedt. Ja, voor de rest, wat rest ons? Het is misschien een iets verouderde machine, de SV650, zullen sommigen denken. Maar ja, weet je, hij rijdt ook zoals vanouds. Hoe retro wil je het hebben? Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn motorfiets af.nl. Het is nacht in Amsterdam. De hoofdstad van de nacht. De enige tijd waarop je hier kunt bewegen, ruiken aan de vrijheid en soms ineens een lege straat. Maar de nachtschimmen zijn er altijd. Op zoek naar vermaak, een ander of zichzelf. De dromme toeristen sijpelen slechts nog verdund door de straten. Het woord is aan Mick Harre, Ras-Jordanees, stadstroubadour over zijn parel, zijn stad, zijn leven. Als ik mijn motor rijd, zo langs een grachtenpand, denk ik bij mezelf, ik hou van Amsterdam. Je bent er vogelvrij, omdat er alles kan. Zo ver weg. Toch zo dichtbij is Amsterdam. De kroegen zijn bruin en het geld is zwart. En een Amsterdamse tong die staat nooit ver van het hart. Ik zing de Meijers in mijn zak en ik spring op het biljart. Amsterdam, Amsterdam, ik hou alleen van jou. Ik ben er geboren en ik ben er getogen. Net als mijn moeder en net als mijn oma. Altijd nog steeds heel veel lol in Café Nol. Met een bankdirecteur of met een oude snol. O mooie Westertoren, hoog in die blauwe lucht. Aan jou wijd ik mijn zangen, mijn lach, mijn laatste zucht. Van Kerk tot Casa Rosso, de duivel op de Dam. Het kan hier allemaal, dit is Amsterdam. Aan de oevers van het IJ begint de nacht pas echt. Maar op een steenworp afstand ligt ze. Rusteloos, badend in veelkleurig licht, grachten vol verhalen en eeuwen uit vertier. Amsterdam, Amsterdam, mijn hoofdstad van ons kikkerland. Van een afgekeurde woning uit de Jordaan zijn we verdomme naar de miljoenenstad gegaan. En Amsterdam, dat is de hoofdstad en daar verandert niemand meer wat aan. Grachtenpand, dan denk ik bij mezelf, ik hou van Amsterdam.
Tijd voor de agenda. Wat is er de komende tijd te doen? Van 15 tot 17 juni is er ook weer de Promotor Club Tour. Je motor op de boot en met ons mee naar York. Kijk op promotor.nl/tv voor meer informatie. Welkom in Kroatië. Achter mij de Adriatische Zee. Naast mij een heel mooi lezend meisje. En ik sta tussen een prachtige verzameling Harley Davidsons. We zijn hier eigenlijk vandaag voor deze twee. Dat is de Harley Davidson Sportster Iron. Die heeft tegenwoordig een 1200cc blok en een hoog stuurtje. Zwarte afwerking. Datzelfde geldt overigens voor de 48 Special. Nou, zoals je dan al een beetje kunt zien, hij heeft een nieuw logo. Hij heeft een nieuwe tank. Ook allerlei gave zwarte afwerking. Daar gaan we dus morgen mee rijden. Maar vandaag kregen we als voorafje alvast een voorproefje over hoe dat nou gaat toeren in Kroatië. Daarvoor hebben we gereden op de absolute tour topmodellen van de firma Harley. Dan hebben we het over de Street Glide en over de Road Glide. Prachtige fietsen. We hebben ze al regelmatig gereden. Maar ik moet het toch nog een keertje noemen. Het is echt deze fietsen. Zijn het summum op het gebied van mega comfortabel toeren. 1745cc V-twin, karrevrachtenkoppel, alle opties die je maar kunt wensen en eigenlijk het allerleukste, een 300 watt stereo. Tot zover, komen nog wat beelden van. Vooralsnog gaan wij morgen rijden met dit nieuwe setje. Ze zijn wat kleiner, ze zijn wat goedkoper, maar ik vind het nu al een plaatje. Oké, toeren in Kroatië dus. Een land waar je honderden kilometers langs de kust, maar ook in het binnenland kunt rijden met een overvloed aan bochten en een uitzicht waar je u tegen zegt. Misschien voor een aantal motorrijders niet het meest voor de hand liggende vakantieland, maar zeker een aanrader. Niet in de laatste plaats door de ontspannen en vriendelijke instelling van de Kroaten. Echt een trip waar je versteld zult staan van de mensen, uitzichten en leuke steden. Juist op deze routes zijn tourmotoren als de Street Glide en de Road Glide absoluut heer en meester. Lekker comfortabel zitten, genoeg kracht om af en toe lekker uit te halen en genieten van het uitzicht. Maar waar het bij deze trip vooral om ging, waren de Harley Davidson 48 en Iron 1200. Twee in februari van dit jaar geïntroduceerde modellen die het gevoel van de jaren 70 bij ons terug moeten halen. Een dagje buiten spelen aan de Adriatische kust in Kroatië met deze twee fantastische retro-modellen van de firma Harley Davidson. Je kunt het slechter treffen. We hebben er net even heerlijk mee gereden, hier zo langs die kust, allemaal van die prachtige, mooie, bochtige wegjes. En wat meteen opvalt is dat je dikke pret kunt maken met allebei deze fietsen. Punt is, je hebt niet die hele grote touringmodellen van de firma Harley nodig om toch dat echte, dat dikke Harley gevoel mee te krijgen. En dat is allemaal eigenlijk dankzij dat complete pakket wat hier staat met die dikke 1200cc V-twin. Dat gezegd hebbende is er wel een klein beetje een probleem met die 1200cc V-twin. Punt is dat als je je begeeft ergens tussen de 2500 en 3500 toeren, begint hij bij beide fietsen toch wel behoorlijk onaangenaam te trillen. En dat is eigenlijk wat je niet wilt bij zo'n dik Harley V-twin blok. Daar wil je juist lekker tussen de 2000, 3000 toeren. Daar zou de sweet spot van die machine moeten zitten. Nu moet je hem eigenlijk doortrekken naar 3700 toeren. Ja, wil die een beetje lekker in zijn vel komen, willen die heftige harde trillingen weggaan. En ja, dan heb je eigenlijk pas het ouderwetse Harley gevoel bij de hand. Puntje van aandacht voor de engineers van Harley Davidson dus. Maar waar deze motorfietsen uiteraard wel heel goed in geslaagd zijn, is de styling.
Sinds de introductie van de Sportster in 1957 is dit model in vele gedaantes de weg opgegaan. Als bobber, als chopper, scrambler, caféracer, als held op de flattracks en dragstrips en als racemodel. In 2018 neemt Harley-Davidson ons mee terug naar de jaren 70 met zowel de 48 als de Iron. Kenmerkend door de strepen en kleurstelling die gebruikt is op de tank. In het geval van de 48 is er een Tallboy stuur aan het geheel toegevoegd, die perfect past bij de lijn van het dikke voorwiel en de smallere brandstoftank op dit model. De Sportster kost in dit jasje €14.950, wat iets duurder is dan de Iron 1200. Die kun je al aanschaffen voor €13.200. De opvallendste eigenschap van dit model is uiteraard het 1202cc Evolution motorblok. De Iron was tot nu toe alleen verkrijgbaar als 883. De 1200 zorgt voor 36% meer koppel, wat in welke omstandigheid dan ook altijd welkom is. De Iron 1200 heeft een garage-built chopper look meegekregen van de ontwerpers, wat zich voornamelijk uit in de zwarte en matzwarte onderdelen van de motorfiets. Een zwart mini-ape stuur, speedscreen om de koplamp, zwart motorblok en uitlaten. Op de brandstoftank zien we net als bij de 48 de jaren 70 styling weer terug. Deze motorfietsen die zijn ervoor gemaakt om op provinciale wegen, om een beetje binnenwegen, lekker bochtjes te pakken, doen ze allebei onwijs goed. Kom je echt boven de 120 km per uur, ja, weet je, dan zit je een beetje aan die apehanger te hangen, dan waai je er vanaf en dan komt er ook een beetje onbalans in het rijwielgedeelte. Maar nogmaals, deze fietsen zijn er eigenlijk niet voor. Deze fietsen zijn er met name voor om gewoon lekker op een plek als dit, met je helm in de zon, mooie binnenwegen te pakken, mooie vloeiende bochtjes, ja, en te genieten alsof je leven ervan afhangt. Daarin is Harley absoluut geslaagd. Vandaag gaan we Nederland eens door de ogen van een toerist bekijken. Groene weilanden, koeien, molens, horden aan andere toeristen en fietsers over een dijk. Maar als promotor besteden wij natuurlijk aandacht aan de andere tweewielers. We zijn op de Zaanse Schans vandaag. Dat is het vertrekpunt van de Primavera. Dat is een toertocht die promotor jaarlijks organiseert. Dat doen we denk ik al voor een jaar of 12. Nou ja, op een gegeven moment denk ik Denk ik zo'n beetje. En in totaal hebben we nu 260 mensen motorrijders die hebben ingeschreven deze tocht. En die gaat dan via binnendoorweggetjes richting Breukelen. Daar hebben we een lunchstop. En daarna vertrekken we naar Kinderdijk en daar hebben we een diner. Er wordt een thema bedacht en het thema is nu eigenlijk van de Chinees in Nederland. Als de Chinese toeristen komen, waar gaan ze naartoe? Wat vinden ze bijzonder? Wat wij als Nederlanders al zo gewoon vinden dat we het vaak overslaan. En daarom beginnen we hier op de Zaanse Schans, waar natuurlijk heel veel Oud-Holland te vinden is, en eindigen op de Kinderdijk. Met allemaal molens en groen en water en nostalgie van Nederland onderweg. De Zaanse Schans bijvoorbeeld is echt een prachtig stukje Nederland. En als je weet dat de Zaanse Schans ontstaan is eigenlijk uit een sloperij van gebouwtjes, oude gebouwtjes die uit Noord-Holland moesten verdwijnen, die hebben ze hier neergezet. En ja, dan ontstaat er dus een prachtig plekje Nederlands ontstaat erbij. En hier komen dan per jaar zo'n 2,5 miljoen mensen op af. Kijk naar buiten, kijk naar het weer en de omgeving. En ja, motorrijden is gewoon een feest. Als je het een beetje op een gewone manier doet. Dus ja, we gaan rustig aan toeren en allemaal individueel gaan we rijden. Niet te veel op een kluitje, want dat is het verkeerde hinder. Te veel hinder van het. En zo doen rijden we lekker naar Kinderdijk, dus gaan we van de omgeving genieten. Ik rij achterop. Ja. En ik vind de tours die uitgestippeld zijn zo geweldig mooi. Dat is echt. Ja, ik vind het geweldig. Saamhorigheid. Een beetje allemaal hetzelfde doen. Het gelijkgestemde, zeg maar, wat dat betreft. Ja, maakt het bijzonder dat er nog zoveel anderen zijn dan eigenlijk in je eigen kleine kringetje. Is wel leuk. Eén keer in het jaar, twee keer in het jaar. Oude koude potenrit, dat doen we ook vaak. Dus ik vind het altijd wel leuk. En je ziet bekenden steeds, van reizen en dergelijke. Die kom je ook allemaal tegen. Hoe mooi de Zaanse Schans ook is, na een kop koffie en een flinke taartpunt wordt het tijd om de tocht naar Kinderdijk te starten. De tocht zal de deelnemers door een oer-Hollands landschap leiden dat er onder de stralen van de eerste lentezon prachtig bij ligt. Promotor organiseert vier keer per jaar een dergelijke toertocht.
waarbij telkens een uniek thema het uitgangspunt is. We hebben 4 van deze tochten per jaar. Dus de Primavera is dan de eerste, dat is de lente, Italiaans voor lente. Dan hebben we de langste dagtocht, die heeft dit jaar het thema het spoor van de wolf. Want wolven die trekken Nederland in en dat levert altijd weer een leuk thema op voor een leuke spannende toertocht. Dan hebben we de schemerrit, dat is een tocht die eindigt in het donker. Zoek ook altijd een leuk thema bij. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld de dodendraad. Dat is was een elektriciteitsdraad die gespannen was tussen Brabant en België. In de Eerste Wereldoorlog om vluchtelingen en smokkelaars tegen te houden. Dat is natuurlijk een prachtig thema voor in donker. En dan de laatste tour van het jaar is de koude potentocht. En daar hebben we nog geen thema voor gevonden. Maar dat zal ongetwijfeld niet met kou te maken hebben. Hoewel, de laatste 4-5 jaar is de koude potentocht altijd de warmste tocht van het jaar. Ja. Algemeen zijn het ontzettend leuke thema's. En je ziet heel veel van Nederland. Je moet wel eens af en toe een paar kilometer rijden. Kijk, we komen helemaal uit Limburg, dus we hebben al een stukje erachter op de rug. Er is altijd een motorreisjournalist die de reis uitzet, die de tocht maakt. Er zijn er vaak 2 die het doen, hij wordt nagereden. Ja, er moet natuurlijk met alle hotels en restaurants moet gekeken worden of zo'n grote groep. We zijn vandaag met 250 man, waar we die kwijt kunnen. Dat is niet altijd even makkelijk, maar het is leuk om te doen. En de mensen hebben er altijd reuze zin in, zeker als het zo mooi weer is als vandaag. We doen al jaren de Koude Poortentocht en de Primavera. Dit vinden we gewoon leuk. We maken er altijd een leuk weekend van. Promotor is een motorblad wat zich echt heel erg richt op recreatief motorrijden, toerrijden. En toerrijden dat is lekker rustig aan en genieten van de omgeving. Dus toerisme is wel een ding wat motorrijders drijft. Dingen bekijken en onderweg ook wel wat dingetjes opsteken, lezen wat er is gebeurd. Ook een stukje geschiedenis, gewaar worden waar Nederland voor staat. Ik heb mijn rijbewijs gehad toen ik 65 was. En sinds die tijd reden we toch wel 10.000, 12.000 kilometer per jaar. Hè? Ja. Allemaal mooie grote reizen, prachtig, heerlijk. Had ik eerder mee moeten beginnen, maar ja, daar had ik geen tijd voor. Organiseren kost natuurlijk altijd tijd, maar het is voornamelijk vrije tijd wat je erin stopt. Maar het is vooral leuk om te doen. En ik kan nog steeds vreselijk genieten van... al die motorrijders die meedoen met zo'n tocht en die lachend binnenkomen, die zich op het gebak werpen en de koffie en aan het eind van de dag uitgelaten weer naar huis gaan. We zeggen ook altijd dat aan het eind van de dag moet je minimaal een kilootje of 2 zijn aangekomen. Want we zijn goed van eten en drinken tijdens de tocht, een belangrijk element.